De laatste restauratie van de Stevenskerk van 2013 tot 2015 vormde de aanleiding voor het boek De Stevenskerk, 750 jaar spiegel van Nijmegen. Het is een bijzonder boek. Het is namelijk het allereerste uitgebreide overzicht van zowel de bouw- als gebruiksgeschiedenis van de kerk. Het leuke als je oude gebouwen onderzoekt is dat je heel veel antwoorden krijgt, maar ook weer heel veel nieuwe vragen. Onder andere, hoe zag het koor eruit? Want we staan nu ongeveer op de plek waar het eerste koor moet gelegen hebben. Een andere vraag waar we geen enkel idee van hebben is wie zijn de bouwmeesters van de Stevenskerk geweest? Wie hebben in de 13e eeuw en in de 14e, 15e en de 16e eeuw al deze plannen ontworpen en gezorgd dat het een heel mooi en kwalitatief hoogstaand gebouw is geworden met prachtige beeldhouwkunst? Daar hebben we ook geen antwoord op. Een ander heel bijzonder aspect en dat betreft de beeldhouwkunst in de Stevenskerk, dat vinden we boven het ingangsportaal aan de zuidzijde, de hoofdingang van de kerk. En ik kijk er ondertussen ook naar. Onder de, het beeld kun je de, het voetstuk zien. En boven het beeld zie je een baldakijn. Dat is een heel mooi, druk bewerkt eh, natuurstenen. Ja, bekroning kun je dat als beste noemen. En als je daar goed naar gaat kijken, dan zie je dat hij allerlei bewegingen maakt. Hij gaat van links naar rechts. Hij lijkt een beetje in te storten. En dat is heel bijzonder, want dat is een vormentaal die ontleend is aan de Zuid-Duitse architectuur. En in onze streken zijn er maar hele enkele voorbeelden van bekend. Als je aan detail gaat kijken naar de pijlers, onder andere. En als je heel goed zou kijken, en je zou ook op de ribben van de gewelven het kunnen zien, maar dat is veel te ver. Dan zie je heel vaak kleine geometrische tekentjes staan. Die tekentjes laten ons zien dat mensenhanden aan dit kerkgebouw gebouwd hebben. Want de tekentjes zijn gemaakt door de steenhouwers zelf. We weten alleen niet waarom. Dat is het interessante. Dat weten we bij geen enkel kerkgebouw of bij geen, geen enkel middeleeuws gebouw waar die tekentjes voorkomen. We denken dat het is om ze ofwel te betalen op stukloon, ofwel om de kwaliteit te controleren, of misschien wel allebei. Dus we, we, we weten dat er allemaal mensen bij betrokken zijn geweest, maar namen kennen we maar heel weinig.